Oh, that's fair. There you go. 3 shots is all I need. 3 shots is all I need. I just told you. Woo! Sorry dat ik onderbreek, maar vandaag is een hele speciale dag. Vandaag heeft namelijk mijn wc-rol de supporter creator Royalistic gebruikt in Fortnite. Sinds die dag ben ik onafscheidelijk met mijn wc-rol. Hij is echt de beste ooit. Wil jij nou ook mijn beste maatje worden? Ga dan even naar Fortnite toe. Vul de code Royalistic in. En dan ben je echt een topper, hè? Dan support je mij gewoon in de itemshop. Zou cool zijn, dankjewel. Welkom kijkers voor een nieuwe Fortnite-video. Vandaag speel ik een potje alleen en ik land hier in de Pleasantje Park. Om hopelijk natuurlijk weer even te knallen. Gewoon minimaal 10 kills en een victory. Dat zijn altijd de lekkere potjes, weet je wel. Dat je gewoon genoeg spanning en sensatie hebt gehad. 10 kills, dat is wel... Oh, best wel wat spanning heb je dan meegemaakt. Best wel wat killers heb je dan gemaakt. En de victory, ja, dat speelt natuurlijk voor zich. Dat is altijd lekker om te halen. Nog één mini innemen, hartstikke idee. En dan gaan we hier even naar boven. Kistje. Ja, fijn. Heel fijn. Minder fijn, maar alsnog fijn. Trouwens, doe maar wel zo. Hello. Oh, jij hebt niks. Oh, dat is vervelend. There you go. 3 shots is all I need. Oké, dan pakken we deze boom eventjes. Ja, jij had echt helemaal niks, ouwe. Dat is heel vervelend. Ik weet precies hoe je voelt. Dat is niet leuk. Daar zit er nog eentje binnen. Oké. Die zag ik net. Ik was net zijn kopje voorbij komen, zeg maar. Dat huis ziet er onbewoond uit. Dus nou, dan ga ik daar zo meteen ook maar even een bezoekje brengen. Kijk, dit is lekker. Nou, trouwens, ik heb hem niet eens nodig. I don't even need it. Want ik had natuurlijk net al een kill gemaakt. En ik had al 2 minishields ingenomen. Dat was hem. Glider items. Jeetje, ik heb nu zoveel goede items dat ik even niet weet wat ik moet doen. We doen het maar even zo. Want de shotgun, die moet er echt nog even bij. Oké, nou weet ik het gewoon echt niet meer. Want nou wil ik die. Ik wil die Rift to Go innemen. Ik wil die glider items eigenlijk houden. Wat, nu al gewoon een probleem met te goede loot hebben gewoon, hè. Wat dan? Let me do. Ja. Kom eens hier. 3 shots is all I need. I just told you. There we go. Thank you. Auw, die deed pijn. That one hurt. Bouwde net te laat. Oeh. Hij is ergens beneden. Meen je dat? Gaat hij naar binnen daar? Ja. Ah, ik haat dat mensen die campen binnen. Ik weet wel waar hij zit. Fuck you, baby. Die hebben. Het probleem van de goede loot. Oké, nou dan doen we het maar gewoon zo. Want van mijn huidige inventory wil ik gewoon momenteel echt even niks kwijt. Daar komt het op neer. Dit is gewoon echt te chill. En eigenlijk wilde ik die infantry rifle ook niet kwijt. Want ik heb er al echt 2 bizarre kills mee gemaakt. En die derde die ik er net mee maakte. Dat was eigenlijk al ook een lekker headshotje met de infantry rifle. Waar ik 86 damage mee deed. Daarom was hij zo low. Dus ja. Oh, hey, daar hebben we weer iemand. Kom maar, Come to me, baby. I'm right here. Yeah. Come to me. Yeah. No. Don't do that. Okay. Come on. Come on, man. Come on, then, boy.
Fuck you. Oké, nog één. Voor hem. Was hier een shotgun? Schoot hier iemand met een shotgun? Of was dat toch van die fight? Nee, toch? Er was toch echt iemand die met een shotgun schoot? I don't know. Cirkel is ver weg, maar daarvoor hebben we natuurlijk de Rift to Go in die macaroni. Daar had ik al stiekem even naar gespiekt. Zodat ik wist van, oké, die moeten we gewoon even bewaren. Dus dat is dan nu wel even handig. Maar, ik dacht toch echt dat ik daar vandaan, zeg maar hier, een shotgunkogel hoorde. Dat dacht ik echt gehoord te hebben. Maar ik kan het ook verkeerd gehoord hebben hoor, jongens. Dan maak ik gewoon een klein foutje erin. Maar ik wil het wel even uitsluiten eigenlijk. Hallo? En ik wil mijn infantry rifle terug. Want ik ga zometeen natuurlijk die Rift to Go gebruiken. En dan heb ik gewoon weer een plekje vrij. Dus dan wil ik gewoon mijn infantry rifle terug. Laten we dat nu gewoon doen, oké? Laten we dat nu gewoon doen. Waar is die badkamer ook weer? Hier was ik, hè? Ja, kijk. Oké, dan zetten we die daar. En dan doen we het zo. Ja. Got it. Great. Vliegen we nu even naar de cirkel toe met 4 kills, jongens. Prima resultaat, denk ik zo, voor in Pleasant Park. Ik denk dat er ongeveer in totaal zo'n 6-7 mensen waren. Maar ja, die schieten onderling elkaar natuurlijk ook af. Dus dan denk ik dat 4 kills een prima resultaat is. Nog 15 alive en ik zie daar iemand landen met iets. Wat is het? Een soort van quad of zo. Probeert hij mij nou te killen? Of probeert hij mij nou te focussen? What's his plan? Oké. Hé? Kom eens hier, boy. Kom eens hier. Boom. Dat was een raar kill. Omdat ik hem gewoon een soort van gratis kreeg of zo. Gratis af te halen. Oeh. Got him. Infantry rifle OP, boys. And girls. Infantry rifle OP, boys and girls. Woohoo! Yeah, buddy! Oké, volgens mij hadden zij echt geen idee waar vandaan ik aan het schieten was. Maar dat maakt het voor mij alleen maar een feestje. Maar daardoor kon ik ze makkelijk killen. Goed. Eentje was natuurlijk een one-shot en deze andere gozer die had echt geen idee waar vandaan ik hem aan het schieten was. Dus dat maakt het voor mij lekker makkelijk. Oh, thank you. Oh, thank you. Oh, thank you. Dit is allemaal echt next level insane shit. Oh man, het wordt alleen maar beter. Holy crapperoni. Dan gaan we nu toch... Hey, oh, ik vind dat zo'n lastige keuze. 1 slurp of 6 shieldjes, zeg maar. Dat is een beetje nu mijn afweging. 6 mini shieldjes. Man, I don't know. En die infantry rifle zou ik eigenlijk ook echt niet weg moeten doen, want ja... Het gaat gewoon zo lekker deze game, weet je wel, met dat ding. Maar ja, ik maak toch de beslissing om het zo te doen, zoals ik het nu bij me heb. This will be it. Ik heb trouwens geen launchpad of iets dergelijks, dus we zullen het moeten doen met de benenwagen. Oftewel lopen. En dat is nog best wel een stukje. Dat is echt nog best wel een stukje lopen. Gaan we hier naar boven. Oh, ja, hallo. Got him. Wat zijn mensen allemaal aan het doen vandaag? Ze staan allemaal zo stil en zo, voor mijn gevoel. Deze guy wist ook niet echt wat hij aan het doen was. Wilde hij een launchpad plaatsen of zo? What the hell, man? I don't even know. Ik heb echt geen idee wat deze gast aan het doen was. Maar ja, dankjewel voor je loot. Want ja, hij had ook geen launchpad. Dan zou je zeggen, hij wilde gewoon naar beneden bouwen. Maar dat ging dan niet helemaal. Oké. Anyhow, we hebben hem. En we gaan door. 19 alive nog. Met 8 kills. Dus we kunnen hier een 10-plus game van maken. 10 kill plus game van maken. Als we gewoon even goed ons best doen, moet dat zeker weten lukken. Nou ja, dan moeten we wel de mensen tegen blijven komen. En in veiligheid zitten. Want we zitten nu momenteel nog eventjes buiten de cirkel. Maar dat komt wel goed. Even kijken, wat hebben we daar? Is daar nu een fight gaande? Nee. Oké, ik wil hier trouwens zo snel mogelijk weg, want ik haat het om in een soort van vallei te lopen. Dan kunnen mensen dus aan de rand van de vallei boven, wanneer ze dus high advantage hebben, kunnen ze jou een beetje in de gaten houden en als ze willen lekker op je gaan schieten. I don't like that. I just don't like that.
Oh, hier is een trappetje geplaatst. Meerdere trappetjes zelfs. But we're fine. We're fine. Oh. Ik dacht daar heel even iemand te zien, maar het was gewoon een boom. Jeet! Even kijken. Ik hoor daar een shotgunkogel. Alles van mij is reload. Hey, trouwens, check eventjes mijn loot, hé. Goed dat ik die AK nog even reload. Schijnbaar was die daar nog aan toe. Maar mijn loot is echt insane. Ja, daarboven zit ze. Daarboven is een buildfight gaande. Oké. Let's get to work. Ja, daar, 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 daar. Oh. Nee, toch niet, hè? Als dit was fout gegaan, omdat ik mijn shotgun blijkbaar moest reloaden, hoe kan dat? Ik had toch echt 100 miljard keer gecheckt of ik die nog moest reloaden, of niet? Of had ik inmiddels al zo vaak geschoten met die shotgun, dat ik hem gewoon moest reloaden in de tussentijd. However, whatever happened, dit was niet leuk. Want ik had echt het gevoel dat ik dood zou gaan op een gegeven moment. Ik dacht, no way dude, dit meen je niet. Ik heb hem zo hard gehit. Hij heeft echt nog een paar HP. En dan ga ik het hier weggeven. Dat had echt zo incredible geweest. Sorry. P90 reloaden. Ja, hier zit hij. Got you. Dat was mijn muur, motherfucker. Die kon ik gewoon open editen. Kon hij niet weten natuurlijk. Maar voor mij wel gunstig. Oké. 10 kills jongens, die hebben we sowieso. Die neemt niemand meer van ons af. Maar we moeten wel echt even wat scherper worden. Oké, dit is echt een gratis kill. Dankjewel. De 10 plus is ook bereikt. Maar we krijgen wel makkelijke kills hoor, deze game. Hij had net een treasure geopend. Maar hoezo neem je dan niet... Hier, je zou toch zeggen dat hij dat net heeft geopend, of niet? Hoezo zou hij dan niet de chuk-chuk innemen? Maar hij heeft hem ook niet bij zich, dus... Dan zal hij wel niet degene zijn die de treasure had geopend. Oké. Ja, we gaan lekker. We gaan prima. En we waren echt bijna dood, hè? Oh, mijn god. Wat zat ik daar te kloten? Mijn shotgun was gewoon niet gereload. Ja, ik weet dus niet precies wat er gebeurde eigenlijk. Het kan dus ook zijn dat ik gewoon zoveel had geschoten inmiddels met de shotgun. Zoveel mis. Dat ik hem daardoor gewoon moest reloaden, weet je wel. I don't know. I can't tell. Ik was zo in mijn concentratie dat ik het eigenlijk niet had doorgehad wat er nou precies gebeurde. Maar ja, ook op zo'n moment wanneer je echt een grote fout maakt. Gewoon proberen te blijven concentreren. En niet denken, fuck, wat heb ik nou gedaan? En daardoor gewoon ja, domme dingen doen. Maar gewoon er alles aan doen om je fout weer goed te maken. En dat was wat ik net ook deed. En hier is iemand. Hij zit daar boven op de berg, denk ik. Of hij zit hier achter een boom. Maar hij is close. Hij is hier echt in de buurt. Ik vertrouw er ook echt helemaal geen ene bout van hier. Om hier rond te lopen, zeg maar. Gesniped. Waar vandaan, weet ik niet. Oh, was dat mis? Oké.
Hij heeft wel high advantage. Daarin, of niet? Hij is gesniped. Dat is zonde. Voor hem dan, tenminste. Maar ik had hem eigenlijk gewoon moeten killen toen hij op die quad zat. In mijn ruggenlaser! Nee joh, dat meen je niet! Nou, dit is zo'n moment, jongens. Dit is zo'n moment. Daar doe je niks tegen. Daar doe je echt niks tegen. Je kan nog zo goed zijn in de game. En dan wil ik niet over mezelf zeggen dat ik daarmee wil zeggen van... yo, ik ben zo goed in de game. Maar bijvoorbeeld ook een T-View of een Ninja. Whoever the hell. Dit kan iedereen overkomen. Een gast van 3 kills ook echt. Je ziet ook gewoon... deze guy is niet goed, weet je wel. Ik had hem sowieso gepakt als we gewoon een eerlijk gevecht hadden. Maar ja, dan word je gewoon out of nowhere gesprayed. Gewoon gesprayed, gelaserd, hoe je het ook wilt noemen. Ja, dat is zo vervelend. Dat is zo vervelend. Als hij me ietsje minder damage had gedaan, had ik nog kunnen bouwen. Slurp in kunnen nemen. Hem omhoog bouwen. Had ik hem sowieso kunnen outplayen. Maar ja, nu is het gewoon voorbij. Nu is het gewoon in 1 seconde is je potje gewoon voorbij. 189 HP had ik. Had ik toevallig nog even naar gekeken. Boom, gone. Heel jammer. 11 kills weliswaar gemaakt. Dus hoe dan ook wel een heel vet potje, denk ik. Beste kijkers, bedankt voor het kijken naar deze Fortnite video. Ik bouw hier oprecht heel erg van. Want dit had gewoon een high kill game victory kunnen worden. Easy. En dan wordt het in deze manier, op deze manier gewoon binnen 1 seconde wordt het gewoon beslist. Nou, ongelooflijk. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Later.